ben dus Klaas Zijkhoff, sinds vandaag 29. Nog bedankt voor het mooie gezang. Als ik naar de Haagse Beemden kijk, dan is dezelfde prioriteit voor de VVD als voor heel ons Breda. En dat is veiligheid. Wat ons betreft is het tijd om er stevig er tegenin te gaan, een verloedering aan te pakken en raddraaiers ook stevig aan te pakken. Wat ons betreft krijgt ieder dorp en iedere wijk een stadsmarinier, dus ook voor de Haagse Beemden. Iemand waar je u tegen zegt en die de boel gaat coördineren en een focus legt op veiligheid. Daarnaast vinden we dat we veel meer moeten uitgaan van vertrouwen in elkaar, in ondernemers en in de inwoners, dus ook hier in Haagse Beemden. Wat ons betreft moet de overheid veel minder aan de bar gaan hangen. En wat bedoel ik daarmee? Dan bedoel ik minder belastingen, minder ambtenaren en minder regels. En als derde punt is investeren in de toekomst. En dat voor de Haagse Beemden zal het vooral betekenen investeren in de jeugd. Maar zeker ook investeren in de voorwaarden voor de lokale economie. Zodat er weer voldoende werkgelegenheid is en we sterker uit de crisis komen dan we erin gingen. Speciaal voor de Haagse Beemden vindt de VVD het van belang dat we een integraal beeld krijgen van de verkeersdruk en van de geluidsoverlast. Wij zijn daar landelijk, als het gaat over geluidsoverlast van de HSL, ook zitten er ook bovenop. Charlie Abtroot namens de VVD in de Kamer is er als een kippenbij om Camille Eurlings op de huid te zitten. En dat zal voor de zuidelijkere trajecten ook hier langs de Haagse Beemden hetzelfde zijn. En in één ding sluit ik me wel aan bij mijn voorganger. Ook wij zijn geen fan van bouwen boven de Brede Straat. Dit is in onze ogen een pakket dat hard nodig is voor de Haagse Beemden. Net zoals de VVD hard nodig is voor ons Breda.